Dirk Verjee van het Centrum voor Economisch en Sociaal Wetenschappelijk Onderzoek, CESWO, heeft gisteren een lezing gehouden over de inheemse talen in Suriname. De lezing is in samenwerking met de faculteit der Humanoria gepresenteerd en is het resultaat van een studieproject. Middels literatuuronderzoek heeft de wetenschapper achterhaald wat de betekenis van namen, rivieren, gebieden, volkeren en dieren waren voor de koloniale periode. Ook heeft hij inzicht gekregen in hoe de taal, cultuur en geschiedenis van de inheemsen invloed hebben gehad op de overige talen in Suriname. Zijn studie heet De ontraadseling van enigmas van Amazonia en de Wilde Kust. Gisteren vertelde hij over het verloop van zijn studie. We hebben veel bronnen gebruikt van antropologen, van linguisten, van historici. Met name van de vele mensen van de Hakluyt Society, die Engelse organisatie. Die het historisch onderzoek van de Caribbean en Zuid-Amerika eigenlijk voor een belangrijk deel heeft gepubliceerd. Met mensen als John Hemming als de belangrijkste, hele belangrijke schrijvers. Anne Roosevelt. Kortom, we hebben dus die gebruikt als referentie. En we zijn dus daarmee verder gegaan. Het was duidelijk dat als je dat onderzoek moest doen, dan moest je kennis hebben van linguïstiek. En ik kende linguïstiek alleen maar van plaatjes en van hier en daar wat erover gelezen te hebben. En toen moest je dus dat gaan bestuderen. Dat heeft de hele tijd gekost. De studie heeft een dikke 3 jaar geduurd, zei Verjee. Hij maakte vooral gebruik van de literatuur van Amerikaanse en Australische schrijvers die ook veel onderzoek hebben verricht in Suriname. Er zijn verder nog een aantal tussentijdse Engelse en Amerikaanse linguisten bezig geweest met de Indiaanse talen hier. Maar wat ze hebben gedaan, ze hebben de contemporaine talen beschreven. En als je wil weten wat die andere betekenen, dan moet je die oude talen kennen. En daarvan zijn de woorden vaak niet meer courant bij de mensen die nog vandaag een Indiaanse taal spreken. Maar die woorden zijn vastgelegd in die namen. Dus die rivierennamen, vooral die grotere rivieren, die zijn heel oud. We vermoeden dat de naamgeving waarschijnlijk zo'n 3000, 3500 jaar geleden is begonnen van het zuiden uit naar het noorden. En dat, hoewel er andere volkeren kwamen iedere keer, de structuur van de naam hetzelfde gebleven is. Want hij moet iedere keer weer laten, die spreker laten zien, ervaren, wat hij moet kunnen zien, hij moet kunnen verifiëren. Dirk Verjee van CESWO, gisteren tijdens de lezing over de inheemse talen in het IGSR-gebouw op het complex van de universiteit.